situation that is spreading across the nation. Trying to dim the light, been precious in my father's sight. Dit is het programma The Tree of Life. Een initiatiecursus naar aanleiding van het boek Winti en Kimmit. The Tree of Life, ook wel de Afrikaanse Kabbala, is een spiritualiteitssysteem dat duizenden jaren teruggaat in de Afrikaanse geschiedenis. The Tree of Life, ofwel Boom des Levens, is een systeem van geestelijke evenwicht en loopt synchroon met de zonnekalender en de maankalender. De mens staat hierbij centraal als medeverantwoordelijke ten opzichte van alle energetische fenomenen en gebeurtenissen. Wat is de Tree of Life cultivatie? Wat is de Tree of Life cultivatie? De Tree of Life is een blauwdruk, een spiritualiteitssysteem van onze kemetische voorouders om je geest, tussen haakjes, je ra, ofwel spirit, volledig te activeren en in balans te brengen. De mens is volgens onze voorouders een miniatuurversie van de spirit Ra die geboren wordt in de aardse dimensie Gap. De mens is dus ineens bewust van de aanwezigheid hier op aarde. Je bent je bewust van het lichaam. Je bent je bewust van het bewustzijn. Je neemt een identiteit aan in deze wereld die gebaseerd is op wat je ouders je aanreiken. Wat je omgeving en de maatschappij je aanreiken. Deze identiteit is een illusie en schept problemen. Jouw taak op aarde is om je ware identiteit te achterhalen. Onze voorouders van Kemet hebben een handleiding achtergelaten in de vorm van de Tree of Life en enkele belangrijke allegorische verhalen die als aanwijsborden moeten fungeren. Boeie je loon toe wie.
Lobby Branga Sari Speki Arkisma was sweet kona ini ajeng hotep 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 hetepo vrede zij met u vrede vrede lobby nanga krakti lobby branga sa krakti vrede nanga krakti desma di wie soort hoedanigheid je Arki vrede je u undenanga un panel Welkom, luisteraars. Een hele prettige luisterstemming toegewenst. En ik voeg me daaraan toe. En zoals... Welkom. Ja. En zoals altijd beginnen wij met onze verzoek tot kennis. Anet Sherek Tehuti, Anouk Datinet Tehuti, Anouk Sekem Tehuti, Anouk Nesut Tehuti, Anouk Tehuti, Twau Neteru. En de vertaling hiervan is... Ik zoek uw aangezicht, intuïtieve kracht Tehuti. Ik ben de intuïtieve kracht van Tehuti. Ik ben de belichaming van de intuïtieve kracht Tehuti. Ik ben de essentie van de intuïtieve kracht Tehuti. Ik ben de intuïtieve kracht Tehuti. Met dank aan alle natuurelementen. En dan doen we ook een verzoek aan onze verlichte voorouders. Anetsh Herek Baku. Anouk dat in net baku, Anouk sekem baku, Anouk nesut baku, Anouk baku, twaal netero. En de vertaling hiervan. Ik zoek uw aangezicht, verlichte voorouders. Ik ben de kracht van de verlichte voorouders. Ik ben de belichaming van de verlichte voorouders. Ik ben de essentie van de verlichte voorouders. Ik ben de verlichte voorouders. Met dank aan alle natuurelementen. Brada Zem. Oké, grand tanje voor u. Dan ja, u de, het is in een cultivatieperiode voor Heru. Een wilskracht, likwadens masabi, oké, een cultivatie, wat houdt het in? Het is dus dat we gezamenlijk de informatie delen met u en in praktijk opbrengen. Hè? Dus het cultiveren van de spirituele eigenschappen. Het komt erop neer dat... In een periode die ze aan wilskracht zang naar Heru, dat je geen aandacht, dat je, you know, je potamanta papa si sa yuwani, fu chadin frok tuji yu sa yuwani, en sowieso versterken maar in je, omdat je hebben altijd van nodig, ten alle tijden, ama Euroko enzovoort. A heer Tree of Life, filosofie, you know, de religie, soms maar ekaring, whatever. Maar a heer pakket abifuskafu nanga ayeye. En ayeye na eigenlijk amoro belangrijk sani. Takontap knowledge, self, you know, self-kennis angaladin san dat moro. Zijn er met takdisi, omdat inderdaad wat lobra nanga sisa desa echar knowledge kong. En, you know, applaus dat knowledge e kong. Maar amoro prinspari sabi, na a prinspari sabi disi taki yuna wa yeye. Ra, you know, wa party fu asan sa okar gado, anana, kedwa man, kedwa po, nyame, nyame wa, amen, amenet. En dan, ya afiti fu sabi, samayu, en fa ayuroko. Iji tok, en dan, wantra sabi, sang sweeti fu abi na disitaki, yusrefi kaba na lekwan buku, ayeye na lekwan buku. A yeye na wan teacher for you. Dus you yeyes kaba na wan teacher for you. For sign de, because you yeye besta uit differenti componenten die kan kar energievelden, you know, whatever taal you wan gebruik. Maar die rechtstreeks verbonden na asan san ukar gado. Sobu anana kedwaman man kedwa pong. En a grand gado disi e leer you for in say uit, you know, from inside out. Is it all? As above, so below. The sanda doro say so serefi dena in say sanda in sabi a universe dena in you. So this in amoro prince pari buku sa im leerful lazy. You egi yeye. Is it all? And da ab differenti frokto, if you can read a hoofdstukken, whatever.
En dat is een periode voor Heru. Die is hier abi voor skafu nanga awani voor alibisma. Dat lek fau betaki voor sa abrochas bij in bradanga sa. Dan we veli binu een moment is aan chari wa lo uitdagingen. Je ziet toch? Because die verandering na wasani sa even presi. En op een gegeven moment af verandering in mi ai want die wat takip tien zo vanuit as hij dat die kon toch? Yes. You know, a cultivatie schreef je aan mij helder, aan mij herhaald op het trascender, aan mij herhaald de Guangalanga, aan herhaald de Wikisamsa, you know, boeken van de Alassan de Famang. En dat mooi zo, maar zo is maar boven in de praktijk, you know, voor dat, oké, pe awani knapu in addisi in de verandering zang, de eventprijs. Daar praten we nu voornamelijk over. De moordpartijen bijvoorbeeld in Amerika met betrekking tot zwarte mensen enzovoort. Maar er zijn allemaal tekenen aan de wand die aangeven dat er veranderingen zijn die eigenlijk al lang doorgevoerd moeten worden. En die eigenlijk tegengehouden worden door wie? Dat nou af de vraag, door wie? In mi ai na ons refe horen tegen, Jozef wil dat goed zijn, maar van onvierig over Saepsa in het geheel. Nou, volgens mij, mijn gevoel, zijn deze veranderingen al in op kleinschalige schaal, zijn ze al gaande, al heel lang gaande. Mm-hmm. Maar alles bleef een beetje uit het zicht van het grote, hè, van het grote publiek, van de media. Dit is niet iets wat van de een op de andere dag zo heftig gebeurt. Mm-hmm. Het is al lange tijd is het gaande. Alleen waren we er niet op gefocust als hoe we nu erop gefocust zijn. Dus we weten dat er een verandering moet komen in alles wat er gebeurt ten aanzien van zwarte mensen. En nu zie je dat het publiekelijk, in het grote publiek, gaat nu daar kennis van krijgen en nemen. Mm-hmm. En dat is een proces wat niet meer gestopt kan worden. Mm-hmm. Het is al lang ingezet en nu bereikt het eigenlijk een beetje. Het heeft nog niet zijn climax bereikt, want ik denk dat we nog lang te gaan hebben. Mm-hmm. Maar dit is niet meer te stuiten. Nee, maar even een vraagje daarover hoor. Om even een terugslag te maken naar, laten we zeggen, de jaren 40, 50. Mm-hmm. Begrijp je? Was dit ook al gaande, mm-hmm. maar op een zodanige niveau dat jij eigenlijk nog steeds onderdrukt werd, mm-hmm. openlijk. Mm-hmm. Ja, toch? Ja. En nu, daar wij, laten we zeggen, volgens hun wet, laten we zeggen, gelijkgesteld zijn. Dan zou je denken van dat, dit soort dingen zouden er niet meer moeten zijn. Precies. Begrijp je? Want dat moet eigenlijk de verandering brengen. Maar dat is een illusie. Precies. Dank je wel. Want daar wil ik naartoe. Ja. En dus, wat er gebeurt, die mensen daar, ze worden in die illusie gehouden. Ja toch? Ja. En die mensen die eigenlijk al sinds de wet het zogenaamd veranderd heeft, al nog steeds weten, want daarom zijn wij met Kemet bezig. Mm-hmm. Want als studie die zien dan eigenlijk Amerikaan op de trama ook. Precies. Toe. Dan gaat dit aan die zien. Je begrijpt dat met Takito. Voor zo roenen dat hij dat hier nog denkt. Dat hij Junangaman na wang. Precies. Junangaman na wang schakel. Mm-hmm. Maar gedachtegang. Mm-hmm. Het doen en laten is nog steeds niet wang. Precies. Je ziet het ook. En dat na een probleem zijn heeft Sadrape en Amerikaan. Je begrijpt ook. Dus degene die, laten we zeggen, op muziekniveau onder de duim worden gehouden, is je toch. Dat applaus die Amang, want hij wordt er rijker van. Als hij, laten we zeggen, die boodschap naar mij brengt in een vorm, zodat Misabi dat die mim wiki, dat is een ander verhaal, is je toch. Want zomaar nedwing. Zomaar nedwing, de man sabi dwing, usabi. Je begrijpt ook. En dat zijn die kleine dingen die eigenlijk, je ziet dat. Want het kan toch niet zo zijn dat je nog steeds in Amerika loopt. En dan in die buitenwijken dat mensen nog gewoon super racistisch zijn. Je ziet het toch. En dan, dus het zou mij bedoelen super racistisch. Dat ligt van Akukles Klein eigenlijk bij de voorzien. Dat precies zo
Je kan de wat herdorpen, wat hergemeenschap, zij denken gewoon zo eten. Je begrijpt dat met dat je toch. En dan de man dat die hoort wapenwet zodanig in stand, dat die eigenlijk dan krijgen we wat er vandaag gebeurt. Ja, ja. Oké, en dan, if we go even terug naar, veranderingen. Het is gefaked, hè, komt hieruit. Ja. Dus het idee dat we altijd hadden dat wij nu gelijk zijn, eigenlijk wisten we dat al. Maar ja. Dit ja, maar is dat, nu in dit, your face het bewijs van nee, dit is ja, geen maar gelijkheid. Ik heb nooit de gedachte gehad dat er gelijkheid is. Nee, maar ik bedoel, want dat je is ziet het in alle facetten van het leven. Ja, ja, dat er altijd voorbeelden zijn waarvan je zegt van, zie wel. En daar gaat het, het is niet gelijk. Precies. Men doet alsof het gelijk is. Precies, men sluit, gefaked. Hier worden de ogen, men sluit hun ogen voor alles wat er gebeurt. Precies, en men bagatelliseert precies. Dingen, voorvallen en zegt van ja, hè, of als er iets gebeurd is, dat men zegt, maar je moet het niet zo, je moet het niet zo nauw opvatten als er iets op je werk gebeurt. Ja. Hè, je moet het niet zo opvatten. Precies. Nee, kom in mijn schoenen staan. Precies, ja. Dan ga je dat anders beleven, want het heeft te maken met je gevoelens, met je waarde als mens. Ja. En ook economisch was altijd duidelijk en is het nog steeds duidelijk dat we nog steeds niet, weet je, de gelijkheid hebben. Maar dan, even forward, dan vraag ik contact dat Jereno, een verschil nadat inderdaad de camera's van de wereld erop staan en... media, is dat toch? Social media, Facebook vooral, is zo goed dat, wie's you wanny, it's in your face all the freaking time. Ja, is dat ja, toch? Ja. Dus nou, je ziet gewoon dat, Atori, nou, wereldwijd Tori, wereldwijd nou, a energie. En daar gaat het vooral vandaag over, want we deel naar energie, ja. Toch? Dus a energie level voor Libisma, is het een manipulatie van energie? Je zou kunnen zeggen ja, omdat op een gegeven moment iedereen een bepaald energie omdat gedrongen krijgt door de beelden die je hebt van onrecht en al soort dingen, nog meer boosheid, emoties enzovoort. We gaan het ook over hebben van in hoeverre, want in acculturatie, van A tot Z, energiecontrole, controle voor je emotie, controle voor je rust. Angaladin standaard moro. In hoeverre is dit nu een grote les voor ons allemaal? Een examen, beter gezegd, voor ons allemaal? Zeker weten dat het een examen is. En tegelijkertijd, wat doe je dan? Want het is niet van, het is een les voor mij. Dus als ik in mijn rust blijf, dan is er een oplossing. Je ziet het, want dat is weer niet het geval. Dat is niet het geval. Wat je wel ziet dat er bijvoorbeeld op Facebook gebeurt, mm-hmm. is dat je die beelden, die beelden die je boos maken, die mm-hmm. agressie in je opwekken, mm-hmm. dat die beelden weer gecompenseerd worden door andere mensen die een wat proberen op een positieve manier daarmee om te gaan. Mm-hmm. Hè? Door bijvoorbeeld muziek. Die vroeger al gemaakt is en die spreken. Op dit stukje van, Change is Gonna Come bijvoorbeeld van Sam Cooke. Dat zijn weer nummers, als je ernaar luistert, dan denk je van, joh, we komen er wel. Ja. Alleen, we zullen wel een strijd moeten voeren, want dat moeten we niet uit het oog verliezen. En dan is de vraag, als er toch strijd gevoerd moet worden, want we komen er wel, is het opschuiven naar de toekomst. Ja. Maar wat je ook doet, deze strijd met deze gruwelijke impact, zal er toch gevoerd moeten worden. Want wat wij nu zien, is dat er zijn genoeg witte mensen, als we het even zwart-wit herhouden, dat er genoeg witte mensen zijn die inderdaad voor de change willen gaan. Maar er is een bolwerk van witte mensen, dat inderdaad de KKK is net genoemd, Ku Klux Klan, enzovoort. Dus die het koste wat kost zullen willen verhinderen. Dus met andere woorden, wat je ook doet, op een gegeven moment zullen deze gruwelijke dingen toch in de toekomst, als je naar de toekomst schuift, dat het toch nog een keer zal gebeuren, is de vraag van, wat is wijsheid hierin? Nou, dat is een hele moeilijke vraag om te beantwoorden, omdat niet gevochten moet worden op één level. Het zijn verschillende levels waar je
waar strijd gevoerd moet worden. Ja. Hè? Het is, dus het is een bolwerk van allemaal aspecten. Ja. Die, ja, maar... je kan, laten we zeggen, als je vader mij kan ringen. Kotaki, if you begin tapas in a street life, is je het toch? Tapas straat in Amerika. Juist, ja. Is je het ook? If you look at that drap is zo, dan zie je dat er ook in wezen vroeger iets achter zat, dat in leven de makara sandati kong in alibi voor onderdruk ablakaman. Is je het ook? Dus de mankjar adopa kong in alibi voor onderdruk ablakaman. En hoe voor goed ablakaman. Voor zorgen van je moet deel naar a dopa wereld. Dus gue inhandelen aan de soort sandati. Dat is in het leven geroepen. Waardoor de strijd kwam dat minanga sem ofeti. Want zij weten al dat is je toch. Waardoor een mooi officie dat Crips en Bloods bijvoorbeeld. Tijden vragen aan elkaar. Hoe zorgen dat hij. Want ben Gwent keer den schreef. Ik hoop dat ze dit volhouden. Ja. Want door Snoop Dogg en The Game. Ja. De man zorgt dat hij hier nog vanaf nu, unu aan de vijand die moro, like als hij zei dat nu, dus unu met de man programmeren ons schrijven, drogeren ons schrijven. Want de man is purita pa economie, pe de man junom kong. Nee, precies. Want dat een macht drape obiget aki. Precies, maar, oké, dan... Is het ook? Ja, ja. Nou, wij zijn drape voor de man. Ja. Zet de man passen toe. Precies. Het heeft gewerkt. Nou, naar die wapens had je gebruikt. En dan, aansluitend op Cisa Dolores, inderdaad is het niet iets van één level of één niveau. Nee, het is niet van maar één tegelijkertijd, uno moest abba pretentie dat uno een Mickey uit Oten Afeti Efeti. Want a tegenpartij, het jaar Afeti kon naar jou. Ten alle tijden. Mm-hmm. Is dat wat ik bedoel? Dus a tegenpartij, nee, wacht die, te juk ba. Je denkt dat nu ben ik ready voor you know, the battle. Ja. No. A tegenpartij, it take a battle kon na you, alle seconde, alle moment. Dus in principe, a thing, you know, de grasma voor nu is zo lang dit soort happenings die zie. Van, hey, wat ben je aan het doen? The change is gonna come, when? Is dat wat ik bedoel? When do you think you're ready? Ja, nou, dat is... Want a tegenpartij, nee, wacht you. Nee. Are you ready? A tegenpartij, ready om een lange Angaladen strategie die is. Sabrada Carlos is sorry. Zang, you know, if in prezi, economisch, alla fasi. And dan. Want Joseph Sana zei dat met me tjaren kon ja zo. Nu, ik zie nu een onhoofd dat met Sana a tree of life, a rook of a tree of life in Adisi. Is dat beto sang na a nut van tree of life in Adisi. Is dat je eigenlijk alles zou moeten beredeneren en zou moeten benaderen vanuit die rust. Maar hoe bewaar je die rust in zo'n situatie? Ja. Vind ik heel, heel moeilijk. Ja. Ik heb, als ik kijk naar mezelf de afgelopen dagen, hoe alles op me is afgekomen. Mm-hmm. En dan zie je boosheid, dan... Kijk, het gebeurt in Amerika en we zien dat het daar gebeurt, maar je moet niet uitvlakken. Daar gebeurt het grootschalig, maar hier gebeurt het kleinschalig. Niet al te lang geleden is in het park hier in Schiedam is een jongeman met 6 kogels doodgeschoten. 6 kogels. Ja. Een jonge man, maar die van, bruine jonge man. Die van dingen dan? Siksi kuguru. Wan kuguru sari voor Kirwa Libisma. Ja. Of voor schakelen uit, voor zoet in een foto of een anu of whatever. Sixi kuguru nou een statement. Is dat wat ik bedoel? Na lekker boy in een auto dappen. Dus in principe wereldwijd, dus maar ik maak een statement die je is over je. En nou een les die unu, want nou een les om ons leerder uit. Want in principe, a realiteit is zo goed wie kunnen. Dat je dan nou, oké, you are waiting for what? Ja toch, dan met dat die ontwikkeling. Is dat een ontwikkeling? Een ontwikkeling naar zo'n wetraktraject ook in Tjaraboskopu komen. Maar in op Tjaraboskopu komen, omdat je aan in een radio hebt, een takatori, is het ook. Nee, in Tjaraboskopu komen, zodat een ontwikkeling door in wat scholengemeenschap nou. Is het ook. Maar een tree of life, dat wil hij hebben. Die tree of life wil dat onze kinderen, is het ook, van eigenlijk, van kleins af aan, is het ook, a peace integratie die ze moest vinden plaats. Ja.
Want als jij, laten we zeggen, Likva... Dat is wel mooi, maar dan... Heb je zoveel tijd? Juist. Maar dat is ontwikkeling. Maar dat is ontwikkeling. Ja, dat is ontwikkeling. Maar geeft de tegenpartij je zoveel tijd. Nee, jij dus, dat is het probleem. Okay. Dat is het probleem. Als jij steeds gaat wachten op de tegenpartij en jij... Nee, ik zeg van, als jij steeds gaat wachten op de tegenpartij, dus jij neemt geen acties. Ligt van de traorga in Amerikaan. De man dat nee, wacht niet hoor, maar... Kijk, het is misschien, laten we zeggen, 10.000 in één gemeenschap. Sang Echara Boskopu voor Nuapien of noem maar op. Je begrijpt dat met Takito. Maar het is een stap. Het is een stap. Je begrijpt toch? Dus kunnen wij die vertaalslag naar ons... Het moet zijn. Het moet en zijn. En wat is op dit moment moet het en zijn, want... Wat bedoel je met en? Nou, als je nu... Je gaat de jonge mensen ga je nu voeden met dit gegeven. Hè? Ja. Maar die hebben jaren te gaan voordat ze, weet je, tot volwassenheid zijn om het in actie te brengen. Om het in de praktijk te brengen. Dus, maar dat, kijk, maar, ik begrijp wat je zegt, maar dat is, kijk, dat is laten we zeggen, alsof je wilt zeggen van dat dit een te hoge studie is. Nee, absoluut niet. Dit hadden we al lang moeten hebben. Nee, dus dat bedoel ik. Dit kijk, hadden als we je... al lang moeten hebben, maar we het was er niet. Het is er nu wel, maar moet je zitten wachten op deze kinderen, dus dat het zich gaat verspreiden? Nee, natuurlijk niet, maar je hebt wel... Want wat deed je hiermee? Zoveel tijd heb je niet. Nee, toch. Maar je het gaat moet om de tijd. Maar je moet het integreren. Ja. Dus je moet een manier vinden. Wij proberen radio, lezing. Nu zijn we bezig met een toneelstuk. Je Apoku en Mickey. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Het zijn al vier dingen. Maar als ik kijk naar die andere gemeenschap. De manati. Zodra ze Abchima lezen. De man ego tapuan scoro. Waar hun leer wordt verteld. Dan moeten ze maar een manier vinden hoe Heru op dat niveau gedaald moet worden. Want je moet Sakagomita op het niveau. Ja, absoluut. Dus dat is wat ik bedoel. En dat is ontwikkeling. Ik ben het absoluut met je eens. Nee, ik ben het eens met je. Tuurlijk, maar met begrijpt. Maar je moet het doorvoeren. Absoluut. Nou, vraag naar, oké, dus gegeven de omstandigheden... Gegeven de tegenpartij die er niet op wacht. Gegeven het feit dat de tegenpartij kennelijk juist nu wil toeslaan. Ja. Voordat, want dat is strategie ook. Ja, tuurlijk. Als je, kijk, één ding is duidelijk. De tegenpartij is bang. Je zag het toch? They're scared, you know, to death. Want ze weten waar ze tegen te maken hebben. En dat bedoel ik niet de kleine visjes die rond met een KKK doen. Maar ik bedoel de top. Ja. Hè? Dus die dit eigenlijk gebruikt. Ja. Ze weten waar ze te maken hebben. They stop that, you know, this giant is about to awake. Mm-hmm. So they're trying to strike the giant before the giant awakes. Mm-hmm. Is dat wat we bedoelen? Ja. Dus, en gegeven dat feit is dus de vraag nozo, terwijl weer taki nozo, ja, zo, oké, uiteraard. Maar, we hopen dat attende voor, klaar een toneelstuk, voor klaar een poko dus, en whatever. Dus eigenlijk zou Uno het doen. Ik zei het ook. Nou, vader mij dat ik al gezegd heb, nou, ik was speld in een hooiberg. Ja. Wat wij aan het doen zijn. Ja. Je begrijpt ook. Ik zei het ook, want een grote massa, als aan het go, een grote massa. Precies. Ik zei het ook, want... Alle die frequentiehouders. Ja. Je begrijpt ook, want het is nu, het is, laten we zeggen, Atori die zie pe akmopo origineel is je ento. Alle de mannen hebben na christen of moslim. Je begrijpt wat ik bedoel toch? Dus en die grote massa zit daar. De Nasri bijvoorbeeld religie. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus in principe, uno in de diaspora, tussen aanhalingstekens diaspora, de moro paraat dan klaar voor de battle dan dus maar in Afrika. Want als je de man dat schreef over slavery, is je toch, hebben ze een heel andere visie. Ze hebben een heel andere visie. Oké. Maar what's the good news? Want good news is altijd there.
Isabito, good news. Let's hear the good news. What's the good news? A good news. Come on now, somebody. No. The good news well, is that... Thank you. Wel voorbeeld naar a good news. Okay. Wat denk jij? Oké, okay, a good news na DC dat... a krakti voor a jeje van Libisma. Na moro bij die krakti san de. Inderdaad, ding... E poti nanga i baka tegen a muur. Inderdaad, de egia idee dat je naap ting. En no eventjes devil's advocaat om spelen in een tapo voor gia idee. Jip gia a idee dat je naap ting. Maar je hebt al atensa de vadodo. En atensa de vadodo na aten voor inderdaad. You san sabi voor uroko nangin to the fullness. Dit is ook te samen bedoeling dat je ook dat je zomaar een hoor a change in nabaka. Ons reef een hoor a change in nabaka. Want noan san in neka grond tapo, dualiteit altijd de prewarol. Dus per oppression de, upliftment de. Mm-hmm. Per oppression de, a overwinning de. Ja, is dat toch? Te siki kong, e konanga in dresi. Is dat dus a siki disi, a ben dresi, maar asana ons reef, you know, no, e tap into a dresi. Voor zijn de omdat uno we hangen na een systeem. De rastaman bijvoorbeeld altijd je barfoot chant don Babylon en ik de naja benge. Nee. I can hear the voice of the higher man say. What did he say now? Babylon, your throne gone down. But I know de schreef rastaman wat lopen de ano alamala. Dan zeg je bereken dat, hey, maar je hebt nog uno, kan trouwen aan troon die ze, want je de benefits van troon, is dat bij toch? De man maakt niet van nou doen, je wil me gewoon hit. If you know, if a system fadon, dat zo pimo met me hit. Van me troon maar twee de Bob Marley, angala de sanati. Dus iets ook in stand. De horen in stand. In a subconscious level, we horen in stand. De benefits thing, de hongerloontjes die we kiezen. Is dat toch? De osso doen bij, en de mooie auto die we potten om voor door, en alle de sandati. Are we willing to give that up? Is dat wat je bedoelt? Ja, toch. Want total destruction for a system, this is, dan je moet tjara moro apocalyptic beeld, zang je kan bedenken in je, is dat toch? Wildest nightmare. Zo, dus total chaos. Total chaos. Dat was wat we dachten. Tja, if you man tjara in je meditation, because if you throw a system, this is, to be honest, as a den grandma etad you know, eigenlijk you have to take no one gong, is a bit of anoansan for gong and a bomb and a desandati. Of schoon, then that can find prezi, but a extra step, na for begin, you know, put charman, charaman kong in you meditation, in you visualization. Is a bit of. Maar te je charen kon, dat je moest maar zien, die zie en sabi ook toe dat die, dat betekent dat je in principe, van je bouw de nou in een total chaos situatie. Je lekwa uma, je lekwa man. Is dat toch, no minder alle die trouw volkeren, is dat bij sukunya, whatever, Mad Max. You know, get some Mad Max on your case. Is dat bij toch, want vanuit dat pen nou, if you might lose all of the sand, you see, you know, dat ik kan weer een mooi krosi, zet je weer mooi, is dat bij toch, en wacht ik de man fluit, die heeft ze. I'm handling your business. Maar je normaal lose dat, je brader gaat beslissen. Nee, omdat we zijn zo geconditioneerd aan alles wat in onze omgeving, dat het heel moeilijk zal zijn om... Om dat los te laten. Terwijl een moment zou om een los dat hij gaat op een nulpunt. Want als een change. Of op voor abuurskapen schaffen aan een nulpunt. Je zou toch je op voor charing op een nul. Want een systeem is zo dat hij de nul los je nooit. Nooit door je Afrika, ammonisa Afrika, op van nodig je de product voor Afrika. Met als gevolg dat ze EPSA in Afrika EPSA no. Ze van konderlijkser naam, yes, mismanagement is pre-warol. Ja, maar nou een bewuste situatie die maar ik creëer voor tij unu na adala voor den en a olif de want de sap den sneezy e kong. En dan nou een, just another thing, de sneezy ook toe een beetje mogendheid. Dus unu na speelbaar voor alle de sandari. En het is gezegd, hè? Het gele ras gaat overheersen. Ja. Dus het komt er al. Precies. Alles komt op ons af.
En ik denk dat we daarmee beter af zullen zijn. Absoluut niet. Isabi, dus dat otro een nieuw les bakken, een nieuw straf, een nieuw vorm voor slavernij. Ze hebben ook bij hier in Afrika die mij begin klagen. Want ze hebben dat dat is dus niet. Het tik, san, het tik, het tik, het tik. En ik wel op China een blakke vrouw. Maar kijk, in Suriname. Buffer, ja. Isabi. Dus oké, maar kortom. You know, atori nou een compleet, you know, hel. Ipsa om u heen. En un abadresi, ik ben er 1000 miljoen, om een iwani, ervan overtuigd dat we abadresi, no an sikine konsondro indresi. En adresi de in you ra. Isabi, maar fukan, you know, activering, yo abif lusu. Isabi to, maar, is a blue pill, red pill question. Oké, maar asan ik nego op individueel niveau. Nee, een individu en een geheel. Een geheel. Want walamana sowieso, walamana na frequentiehouders. Ja. Dus een one man, one kodo kodo wang, een individu, begin dat voor één kan begin losing. En met alle gevolgen van dien. Maar op het moment dat toedwing. En dan nyame wa leren dat één trauma derde wanji. Amen net. Isabi, een overkoepelend geheel. Ja. Dus omhoren frequentiehouders kong na wang. In a mindset, DC, you know, je trouwe Babylon. Je zegt het al, je trouwe a system. Maar je moet one for throwing, totally. It is total destruction. En dat na sang, diep in uw ati, eigenlijk, schrijf de consciousness maar voor nu, tussen aanstekens conscious, de no one. Want they accident voor, oké, go dappe Jimmy. Go in a song, Jimmy. Maar dan betekent het dat wij dit nooit zullen meemaken. Wij gaan dit niet meemaken. Nee. Omdat je no one. Nou, nee, maar... Nee, ze bedoelt a total one. A total one. Maar oké, maar liep voor de je buurman en je buurvrouw. Je begin one. Nee, dus dat je begin going a song that all a day. Maar dat daar... Je begin going a song for total destruction. All a day. Maar je nou, maar daar zijn we eigenlijk van overtuigd. Is het toch? Maar... sorry dat mijn nakta pas aan. Nee, geeft niet. Maar het gaat erom van dat hij een... Sami Botaki. Het gaat erom van dat hij... geheel. Een geheel, is je toch? Kan je loslaten, is je toch? Maar je zal die stappen moeten nemen. Like van jou de inplanning, de stappen. Want je gaat terug. Je gaat terug. Omdat je die stappen gaat maken, toch? Ja. Is je toch? En dat na a total zijn je lusu, is je toch? Maar kotaki, in die man zijn de onder een leeftijd, zijn etanja zo, de geïntegreerd, ja, atata, is je toch? Alle gebreken, ongebreken, gemakken, ongemakken. Als wij die op dit moment zouden kunnen loslaten en we zeggen van bye bye, swai swai. Dan kan je die stap maken van die total. Ja, ja. Is je toch? Total destruction. Is je toch? Maar het the gaat... only solution. Een geestelijk wang. Nee, maar Dolores, een geestelijk wang, daar ben je. Is je toch? Maar, ligt van Brada zijn met Taki, toch ude afhankelijk, dat een laatste. A laatste promiel. Zolang Alexa Wani, ja. Zolang Alexa Wani. A Wani, a wil, heru. Want dat is we deel nanga. Ja. Wani. Want say you Wani. Is it ook. Dat is de gas. Nee, maar dus. Say you Wani. Maar we zijn afhankelijk gemaakt. Nee, maar we zijn afhankelijk gemaakt, toch? Ja. Want jij hebt er keihard voor gewerkt. Voor kies a positie bij ja. Dan nou in deze bloes het trouw. Je begrijpt toch. Nee, dus is. Snap je nou? Maar is een offer. Nee, het is een zware offer die gevraagd wordt. Ja, ja. Maar omdat wij die ontwikkeling, Isiento, we zijn te laat gestart met het ontwikkelen van de visies die zien. Absoluut. We zijn te laat gestart met deze visies. Maar no, depo, de nodig, de vibraan. Nee, nee, maar daar kom je, je komt daar niet onderuit. Nee, maar je komt, Brada Sam, je komt daar niet onderuit, Isiento, maar je kan mij en Dolores niet tegenspreken. Nee. Als we jou zeggen van, maar we zijn er wel mee bezig. Ja, nee, maar absoluut. Kijk, maar de elementen zijn Itayunu. Ja. Je begrijpt toch? De elementen zijn Itayunu. Moet je onderkennen. Dat is het. Ja. Nee, 100%. Dus, want heeft Tamara een Oekantaki dat, Basi belt, Ipeetang, is je Angasanina magazine. You know. Is je toch? Dat is een echte man. Precies. Maar, precies. You know, dan ben je een echte man als je dan ook je backup hebt. Exact. Weno. Ja, maar dat jij er nog, en dat na Sani, a Tree of Life, je hebt je
voor Shatora visie en Srika je backup. Want Chinsan Samyon voegen aan toe met betrekking tot voorziening. Je basi bel je, je zaka horen nee je zie. Wat wetmatigheid, zang, laat toevallig laatst mij denken erover na. Zang, in islam, de man weet dat risk Allah. Een risk in de Allah. Een risk naar je voorziening. Ja. De man is ook een risk naar Gado, Wang. Hè? Dus wat dit daar is. Nou, aan de religie is aan, want je zou mij nou een keer bij. Maar met een soort wat wetmatigheid zou die ik gebruik zijn aan een trutori. Mm-hmm. De soort dat Allah zijn geboren, is geboren in voorziening. Mm-hmm. Dus dan nou, zij hebben ze naar die dat. Uno in afrede voor u, we denken dat we moest voor gesluiten misreef aan naar een infrastructuur voor mek mi voorziening kom, een baas. Mm-hmm. We gaan naar een baas. En mi voorziening mi geboren hangen, maar nu, door mi angst, een voorziening voor mi moest voor confia een baas, omdat mi gotai misreef dappe. Een voorziening op wat infrastructuur van nodig voor kom in mi Libi. Ja. Dus dan zei ik zo nou, in mi onwetendheid, mm-hmm. mi ik denk dat dat hey, mi de afhankelijk van basi, maar ano true. Nee. Want a grand crack die anana kedwa man kedwa mm-hmm. pon nyame wa a sorgu dat in wansang ikon ikonanga in bagasi omen gudu ya bangala den sani. Maar hoor die punt even. Maar dus, maar dat is wat Dolores en ik proberen uit te leggen. Mm-hmm. Dat is een ontwikkeling waar wij te laat mee zijn begonnen. In feite niet. Nee. Want ik ken Brada Sam sinds 1978 in Play in Poku. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk zijn geld in zijn handen. Mm-hmm. Hij zingt met zijn geld. Ja, ja. Je begrijpt dat met Agito. Ja, ja. Hij regisseert met zijn geld. Ja, ja, dus ja, ja. Asan Dekba. Ja, je ziet toch. Maar een ontwikkeling. Ons doen. Ons doen aan een ontwikkeling. Dus dat hij. Voor het papieren dat hij. Oké, ik ben nu mijn eigen baas. En eigenlijk mijn baas heeft mij nodig. Als ik eventueel kan. Ja. Nee, ja. Maar... Wat je zo staat niet dringen. Oh ja, 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 ja. Ja, oké. Ja, nee, maar je volgt toch. True, Tori, true. True. Is dat mijn lukken van tien PC voor een... Wat de... Wat man daar zo, wat weet man. Wat man 28, man studeer af. Conservatorium. Maar naar Pokuman, je ziet toch. Dus eigenlijk, man is zoeken voor survive... In Amerika. Ja. Dus die amango, amata dat jong, ik ben eigenlijk een druppel op een hete plaat. Ja, ja. Want de man zijn dit erbij, kan die iemand level de man bij, maar die man hebben dan weer net iets wat jij niet hebt. Precies, ja. Is het ook. Dus amang komt bakka ja zo, omdat amang zegt dat ja, na mi. Precies. Dus hier kan ik overleven. Ja, ja. Dus amang komt bakka, is het ook. Dus nu amang de bezig voor suku. Ja, ja. Olo pe amang sabi dat ai. En aansluitend op als ons bij taxo net voor voorziening zijn je ab na je en infrastructuur zijn om pot bewustzijn de ma anu het geldt voor artiest ook. Ja. Infrastructuur is wat van nodig na voor God na you know hey you know if me no making via Hollywood of making via radio enzovoort zijn de in anu voor a enemy dan you know me no making. Terwijl, in principe, je kon naar je eigen markt ook toe. Dus op het moment dat je broken elkaar en dat na een redding voor een loop blakke Amerikaan, dat zo'n blakke Amerikaan een multimiljonair op te maken naar het feit dat die een big aantal en dat die bij de eigen product. Okay. En dan daarna je de wet maar investeren in. Uno ja zo, als aan dat nepsa zo gauw aan gaan omdat uno ze hebben niets aan ons in de zin van una wat aanhang ze bij black. Nee. Is dat wat ik bedoel? Ja. You know, wat moro, we vetus ref moro. Ook dat ja. Politiek, you know, she, tak un a black Suriname, Afrikaan Suriname, ik kom vara, want wat aanhang ze e pompen, ze dat tak hey, a achterban is stuwen voor. Nee, omdat de achterban de verdeelt toch. Je ziet al. A achterban de nog steeds de een, dus if you kon aan een want to ripe aan een plaats in zijn ref, je ziet al. De amane, denk je dat eieren nou, oké, het gaat eigenlijk niet daarom. Het gaat om dat een geheel. Want geheel ook voor hem, je ziet het ook. Nee. Amaieren, je denkt zo, amai sluit je buiten gelijk. Precies. Je ziet het ook. En dat is een van de punten. Maar Asan zei bij Taki, een product, dat is ons probleem. Mm-hmm. Want Atraman, wiens van product dan? Je ziet het ook, de mij voor Asal. Precies. Ja. De mij voor een, op een open, de mij sorry, een
die staan bij organiseren, want mooi een talentenjacht, geloof ik, qua een songfestival. Mm-hmm. Je begrijpt toch, songfestival? Oké. Okay. I thanks, brada. Dan je ziet dat die, I los maar over je. Dan je ziet dat die, een markt is gewoon een, eigenlijk in hun eigen handen. Wat is hem? Maar awoyo, at doen ding anu. 100%. Ze zijn niet afhankelijk van de wang buitenstander qua ras. Dan te gado wan blessie, asan sa elkaar gado, tussen halingstekens, en Nicheru, wie is van wan karing. Te a gran krakti wan jiyu sanaf yu, anap no wan bok tufu meki fu kayu. Want sa eb sananga unu, doordat unu abu egi infrastructuur fu ontvang, gudu, voorziening. Hij gaat naar alles wat trast maar die o filter man, you know, saving hoor al leeuwen deel aan bakken. Yeah. Dat doe je een pisse, dat doe je nou een idee er bovenop dat je een pisse met je jazo in breedte. Ja. Is dat niet zo? Nee, zo. Je zei niet, Nassang, Anana. Yes. Is dat niet zo? Ik ben je geboren, Nana. Nou, je heer niet belangrijk, je noem maar kies aan af je voor zijn. En dat, de graas mij schoof, wiki tak maar meneer, opo dan, wiki dan. Je zegt niet, alles op ontslagsituatie, je hebt voor jezelf in ook een creme, ik ga nog wel last van roken. Terwijl de grasmeisje komt zo, dat maar meneer Wiki, te loos den, dat je kies moro. Juist, maar aan alle loosu. Maar dat nee, want dat we konden ook bakken op een systeem, zou we dat ik adresse, konden gaan zieken, maar adresse, we vrede voor knapo. Dat meneer dat een jazo, ons als don jazo, maar... you know, we talk to boom for un godness, un godliness. Yeah. Isabi, maar willen we inderdaad echt voor knappen in un god, goddelijkheid? Want voor knap in uw goddelijkheid, offers de van nodig. Kwam in wat ik hier dat die. Ik ben arke apis dame, weet ik hier dat jong. Amo schrijf een briefje, wa de post, de man, osukuan jong post, de man kampot, wan blakaman. Oké. Want die zwarte mensen zijn heiliger dan de post. Okay. En de sabi. Maar willen ze dat? Nee. Nee, maar nee, nou wat zien ze aan mij tegen. Omdat aan mij tegen dat, hé, prefie, go onderzoek je eigen sani. Precies, je gaat de man. Je gaat wat trasani. Precies. En dan draap je de mij hoor, ja, bakken. Maar dan, ja, dat is kort door de bocht. Want dat waar we het over hebben, heb je met een paplepel van huis uit. Nee, maar dus daarom. Nee, maar dus je bent erin gegroeid. Nee, maar dat weten we. En dat je dus op dit niveau bent gekomen door onderzoek, door wat je aangeboden hebt gekregen, dat je eye open en zie van, oké, want trawe de fu waka sang sana misani, eigenlijk moren na misani. Dus misschien 10 stappen terug, dan we betekenen hoe dat dat als aan een beginner de 10, hoe brengen we deze ontwikkeling? Ja. Gelijk daar, is je en toch. Ja, en absoluut. Dat heeft te maken met, like, vader mij vet no, dat eet de man wang instituut, is je en toch. Dat zijn de wegen die je eigenlijk moet bewandelen. Ja, ja, maar dat is wat we al vanaf het begin zeiden. Toen we hiermee geconfronteerd raakten, denken we van, hé, als we dit hadden geweten, hadden we het ook aan onze kinderen mee kunnen geven. Had het meegenomen in de opvoeding. Ja. Hè? Ja, ja. Want hiermee bouw je natuurlijk een krachtiger een mens op. Hiermee... Ja. Bouw je iemand of voed je iemand op die straks in de kracht en in der eigen bewustzijn kan staan. Ja, ja. En dan krijg je heel andere schepsels, heel andere mensen dan we nu hebben. En inderdaad, nogmaals, een systeem. Dan ik zat in mij, sorry, in een Bijbel, een fake book of ding. In you know, een fake book voor just standard, zo so ja, maar fake book voor spirituality. Denk aan Bijbel. But, you know, Moses, go back and let my people go. Pharaoh, American, no boy. Sabi to. And so I sabi to talk that he never and nooit a system DC or lose you, of one for lose you. Dus do alles wat ik kan. En in de more dichtbij je komt, more do lose, you know, then start this night up, for control your mind, for hoor you in a vrede, hoor you in whatever. Dus voor sabi dat hij inderdaad is valid dat doe sabi, doe no. En sap dat tende, rokoning, maar liep tegelijk in de to dualiteit. En wan zei tende, atras zei tenode. Nee. Is sabi toch? Voor zorgen dat je doet alles wat je moet doen, no.
Want inderdaad, voor actie van de pausdom voor erkenning. Is dat toch? Nou, een passie zang, ik kan vergeten. Laatst meisje was aan bevind prezen in Amsterdam, geloof ik. Want of de geleerde voor nu, ik kan een witman voor zorg de witman dat Uno naar Kimmeids voor real. En dat de witman is toch nee aan de true, aan de blakama, bla bla bla. En dan heb ik zoiets van mij gehad. Dit is de man die is leren. Dus dan bedoel ik een blakke wan voor nu. Mm-hmm. Dan bedoel ik een sade man die is leren in alle de tijd die deze toekomst geschiedenis. Die normaal begrijpt dat een wit man nooit o jeep je voor je op op jezelf beeld. Absoluut. Is dat niet toch? Dus sana atensa de ma elasie aan een money. Want ik denk dat je ook. Wie is na paibo pai brandstof voor rijgo na prezi. Na las je money. Mm-hmm. Is dat niet toch? Mm-hmm. Want een wit man nooit jeep je nooit voor je op op jezelf beeld. Tro agado. Of voor activeer agado sana you. Ja. Is dat niet? Dus zijn je doet dat pe. Is dat wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar goed, dus terug naar ons refi. You know, asana umus sabi dat umusu broko nanga a party this is sana, you know, a good news. En dat na voor begin, voor is dat niet toch? She a total destruction van systema. Alla day. Alla, dus na lekwa, lek vete ibo. Kies wat recept toch, 3 maal daags, 2 druppels. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is naar recept. Nee, maar je laat dat. 3 maal daags mediteren. She had total destruction van system. And she had total destruction van system in alle facetten. En op te maken, op impact op you, uiteraard. Maar zou Sandy zo doen, dat is een genius voor a tree of life. A moment sa you want bereik wan sani da, sowieso im shame fosse in you, you psyche, anga ala den baka man fi het heru. Visualisering. Visualisasi, ala sani, ala sma de auroko da pe. Yeah. Aisa, ala sma na auroko da pe. Mm-hmm. Sa ou yep you do. You te de in a situasi, by voorbeeld, ide in wan total destruction situasi, chaos. Mm-hmm. Sa ya fa noudu fo survive. Sowieso you see that unity, na moro bigi san sa yap da pe fa noudu. You know, waka mindri ala den leg, sa yeshi ala prezi, nyano de, ala sot gang, isabi toch esukufu, kir makandra, whatever. You ap fanodu fu de in wan bescherming fu you egi gang, fu you egi sma. You see toch? Dus en so ala facetes, ta kontap, okay, des ma san kan gwek mopo ja, so want inderdaad, so wan fu nu kan gwasen na baka. En dat nou, want ak dat sen na o veilig her, overigens. Mm-hmm. Ja, houd dat ten goede. En dat ik dit dappen nou dan, if a total chaos, je mediteert total chaos voor dappen uit, dan next nog zo dappen. Want je vergeet de total. Ding, you know, ding en controle a systema dappen ook toe. Ja. Je ziet, en daarom ik een financieel probleem zou dappen in Afrika, wherever in the world. Maar goed, kan dit dappen allemaal morgen gunstig? Kan dit. Maar deel zijn dit ja, ik kan dit bijna zeker dat allemaal morgen trangen. Omdat morgen voor groepen de loon toe. De loon toe. A populatie weet maar moro bidje. Ja. Ja, de Marokkaan, Angalasani, en daar komt op een total factor dat hij in dat libisma is trometi. Dus dat no one, no one orde, no one san no de minri den. Nee. She used to have dat hij. Dat want ik, no, je abif bidje workout, no. Is dat wat ik bedoel? Je drink dressie wat is ik in nookba. We begrijpen ze weet ik. Ik begrijp je. Dus if you going if you going naar meditatie dat Allah deed, dan tak you know you begin recht jullie bij in tap one fase dat te you de dape for real, je ziet toch? Dan you stop you know you man handle is refi. You work out now. You know can de one biji fatus ma morang Allah den san dat you satak dat o hinder you. Mm-hmm. Bij wijze van, I know love we love us ma san na you know misre for happy plastic cheese morokino. Nee, maar is dus na reality. En dit is na a chucha van a tree of life in our son, you see. Want a mouse hoof make you come more across bij moranga al den brada nga saf you. Is it like, we bondra nga kwa mimba, we bondra nga lasma. Is that what I bedoel? You know, the Nubians, hey, I'm down with you. Is that what I mean? Is that what I talking? Want, you know, mm-hmm. Dat lijkt safara karetaki. De mané, die lagai op dat je na katholiek, no so, je na muslim, je na methodist, mm-hmm. Naga baptist, naga evangelist, naga three-day advent, naga. Hey, die lagai op dat je balaka. There's no you must make a consolidatie dat je must karabond dat no ka wang. Mm-hmm. You know, en te bij je mediteer total chaos.
dan nou in een moment sa ja ba te te wa na tu sa ne na tende tenode. Tende tenode. Da petende is abito belly brada Amsterdam tak fai go. Ja. Zeg maar. Alles op moeder. Is dat of are de. Yo yo. This one that natori. Dus en if zolang uno one knap dape. Zolang uno no one knap tap a peron nul no van de kare ground zero. Ja. Isabi, zolang uno one knap tap ground zero a la de. Isabi uno ready. Is dat wat ik bedoel? Nee, en dat is, want waar praten we over? We praten over op dit moment over een hele kleine groep. Mm-hmm. Snap je? Ja, ja. Die massa, die moet je nog bereiken. Jawel. En dat is een hell of a job. Maar daarom, dus de dualiteit is hoe ten de tenno de jaboren aan. Ja. Maar het wordt een hell of a job als je het op een manier wil brengen, is je toch, dat, laten we zeggen, religie gericht is. Ja. Dat, is je toch, kortak je lijkt waar Jehovah's getuigen, je klopt dat door. Ja, ja, ja. Is je toch. Om in dorum gaan. Dan wordt het een hell of a job, is je toch. Maar ik vaak kortak je zoekt de manier, met zien wat op een committee. Ja, ja, ja. Is je toch. A weesje, et, je schrijft je tegen Auroko, je zingt een weesje. Ja, toch. I am a Kemite. Yeah. I'm a Kemite. Dit soort zaken dat je begrijpt wat ik bedoel, toch? Dat moet, dus er moeten dingen in het leven worden om, laten we zeggen, de mens te activeren. Ja, ja, ja. Dus alle dit soort zaken die je probeert te doen, is je toch? Is wat je got. Ja, toch? Dus wie is Asane Koning was victorie, is je toch? Maar abo skopo denen. Jawel. Dat is waar wij eigenlijk... Oké. Okay. Mee bezig zijn. Jawel, true story. En dan jou lusso nu, want jou wantra verplicht. Ja, maar wantra verplicht. Dus een moderna OSOPD, is je toch? Ja. Maar in de K1? Nee, mijn is het K1 of die? Ja, bagati. Nee, maar daarna kun je toch komen? Het is tot 6 uur. Dat moet waar, ja. Nee, maar dus dat uno kan de rondaf bar is het toch? Dus kan de moderen naar Vlaanderen gaan. Nee, half 7. We zien het wel, Brianna de. Nou, want Tori en Astriftori. Dus dat kan aan Brada Nijhorst Juno. Want in tap Ground Zero, wat Brada Nijhorst ook te van houden. Dus. Zeker, is het ook. You know? Nou, wat trakeek, tap een, hoe heet het? Ja, gerenommeerde Doeman. Je ziet het. Om het zo even te zeggen. Ja, maar daar komt op Ground Zero. Allemaal de van Odo, Isabi. We kunnen ons kangen, Tori. En van Kajepo, nogal, Isabi, te horen alle de trouwen, dat we afstand. Dat we door op door, you know. Dat is unity. Oké. We draaien een poko, dan we drinken we voor wat raad. Brada Carlos heeft dat afscheid. Ja, en ik zou zeggen tegen de luisteraars, tot over 2 weken. En een veel luisterers plezier verder. Grand Tanjifi. Dat we draaien op hotep. Hotep. Ja, we zien later. Dat zal we niet later kunnen. Ja? Ja, wel. Oké. Yes, I am. 12 months make 1 year, 4 weeks make 1 month, 7 days make 1 week. I see no place for the week again to put a streak on to make you look so unique. Real one again, cool, gonna run right up to Blue Mountain Peak. Really looks so blinking. Run to the rock and you just can't hide. I think I'm your roots, man, I keep up the stride. I see you run to the rock and you just can't hide. Say peace and love and vibe, you got to move with it tight. This year, music wise, I'm gonna tell you I stole it. See, you got to fasten your seatbelt. For this year, what I'm about to give you glory. What is Gatti, teacher? I say, what is Gatti? I really want to know right now. What is Gatti, teacher? Big boy say, what is Gatti? Hear him say, what is Gatti, teacher? What is Gatti? And Timati loud and clear, what is Gatti, teacher? Tell me right now, what is Gatti? Hear him say, Scatty low, can't stand up the wild man blow. This Scatty like to your grandly flow, and to reach it, I so hurt, I set up the
Son of say, I am the small.
running around. Sons and daughters of Zion, a bigger stand up right. When I say the meek should inherit the earth, you know. Well, our little children from the east, the sons and daughters of Jah from the west and north and south, till it's done. Sisa Bradas en Sisas, we zijn er weer. We zijn nu wel een man minder sterk hoor, want Brada Carlos bij extra verplichtingen. We zijn afgeslankt. We zijn afgeslankt, ja toch. Maar we gaan in afgeslankte vorm verder. Ja. Dus, en inderdaad, Utakip Tjunso voeding, de actualiteiten. Maar we gaan even in die boek voor Winti en Kimmet. En dat we even hier in de strana orale traditie voor Winti. En dat je zo weer door kan debakken in de actualiteiten. Want daar gaat het om van praktijk. Is dat iets van je charles actoren disco in praktijk situaties? En you know, de actualiteiten onder de praktijk zaken. Ja, want het speelt zich in deze periode af, hier. Dus dat. Oké. Dan Sisa, je juna, is dat hier voor orale traditie? Nou, eigenlijk is het zo dat de naam Heru komt voor in Winti-liederen. Ja. Zogenaamde Inji-Winti-liederen, dus de Indiaanse Winti's. Maar in het dagelijks gebruik werd Heru gebruikt door de oudere Afro-Surinamers in de context van waarschuwingen. Zo heb ik mijn grootmoeder en overgrootmoeder, dat heeft de schrijver natuurlijk, herhaaldelijk horen waarschuwen mij met Meerbaar Heru Jing. Ik heb hem in naam van Heru gewaarschuwd. Of ik was mijn handen in onschuld. Welke van deze varianten u ook mag kiezen. Het heeft iets te maken met een gewetenskwestie. Het volgen of negeren van advies, gegeven, hetzij door het geweten of door mensen. Als je het nu
als je het nu vraagt aan de oudere Afro-Surinamers wat het woord Heru betekent, weten ze het niet exact meer. Ze weten alleen maar dat het een waarschuwing is in de taal. In de Winti-liederen komt het bijvoorbeeld ook voor in deze vorm. Heru, Heru. Mino Denaini. En dat twee keer, hè? Je hebt het wel gezongen. Jawel. Zing het weer. Heru, heru, mino denaino. Heru, heru, mino denaini. Mina heru gado. Samidakaso, mino sabi. Oké, en de vertaling daarvan is. Heru, ik neem er afstand van. Ik ben Heru, de goddelijke. Ik zou niet weten wat ik misdaan heb. Dus, kun jij verder onze... Juist. Want ja, in principe zijn we bij de atori in die overdracht voor atori. Die zie dan Abuku Winti en Kemet kon geboren uit Rokofura Unefer. Amen. En op een gegeven moment, ja, mi ben je afiti voor go lukutak e. Tenminste, eerste instantie... You know, it hits me, you know, right between the eyes. Mm. Like for the my taki, just ano tak migos don't think if osi no asan soar mi pe mim goluku. Want da gewoon mi si winti inatori. Dus a tree of life, a moment sa mi me kennis nanga a tree of life vanuit den boeken voor daar onever amen. Gelijk mi begin si dus de winti sani ini sang mi groko ini. Like chimbo mi pre kauna den wan dati waardoor isab den sa breke hey. Wat is dit? Is dat wat ik bedoel? Waardoor me berekent dat, een moment zang, luk soms maar een boom voor boeken van nodig. En het is gegund, het is, you know, acceptabel. Maar soms maar, in mijn geval, een boeken die is bensari, Jimmy. Voor kan koppel me go terug naar Amoro, biji boeken voor Allah en dat naar Ajeje. Zang, je geboren naar hen. Je geboren naar Ajeje. Isabi, wat loopt boeken in verwijs, go neen terug. Dus eigenlijk, een opdracht naar, go zo snel mogelijk. Na abuku disi sa na yu yeye. Isabi toch? En den tori fura unever amen. Shor mi apasi dat godape. Mishi afvergelijken na nga winti. Mi breke ko gosuku mora nga moro feng. Waardoor je koshino tak dati. Je go luku sadens ma etaki in de winti singi enzovoort. En natuurlijk ube saba fesi tak dati desma. Fu sernang. Denk mopo na differenti presi na Afrika. En usabi dat winti. Kon vinden in samenstelling in een vorm die ze voornamelijk in het tempo katibo. Maar ons sabi dat die een historia no e begin na katibo. Dus a moment sa iwan a true sabi fu yu srefi da in no kantang in sernang. Nee, dan go suku moro fara. In musgua moro fara in Afrika. Pe a oorsprong fu atori di ste. En dan no te go in Afrika, West-Afrika, vaak hè, ankara dape. Maar dat Ondrofeni en leerde dat schrijf dat in een kantang. Want toen migraties vinden plaats uit Moro Dipi, uit Nubia in haar geval, die ze Kmopokong schrijf dins maar kon naar West-Afrika. Dus tegen Moro Dipi gaan Nubia, dat teet ook Nubia, dat kemet je taki, you know. Dan dat je ziet dat die bij Abbasansa de Kar, a Tree of Life, en dat alle den trouwens zijn, je kon vinden dat in West-Afrika, in Sernang, in diaspora, Haiti, Jamaica, whatever, dat de allemaal abifuska voor nanga a tree of life. If na de orishas voor je de Yoruba in Afrika, West-Afrika, zei dat na verkaring afstammeling voor a tree of life. Ding overigens, abwa moro compleet systeem voor de tree of life. Dus de nature, ik kan put de man seyangase, Shango na heru, enzovoort, enzovoort. Oshun na het heru, enzovoort. Maar goed, in winter kemet weer behandeld is aan dat ook toe. Maar dus in Sernang, fragmenten voor dat die ook toe. Peyeshi, a tree of life, de dape, maar eigenlijk abeni, abroko, a juist, ano de a geheel, nee. Want daarom je vindt, Pispisifu. Fragmenten vind. Ja, pispisifu. Want Heru, na den tra Aisa, je vindt Nini, Ampu, Loko. En, maar verder. In Efen Moro. Dus dat van Taki, want San Emisi. Ja, San Emisi dape. San Emisi. Luist, juist. San we verloren dape. En dan inderdaad, reden, lange logica, is sorry voor Lukugomoro Fara.
Want ik kan contact dat, ja, oké, okay, zijn een missie, dus dat aan dan uno kan go more vara. Maar dat aan het true, dan je hoort je schrijven als spot, want dat je moest, sabi nou, redeneer, nou, sabi in elk geval, want die zijn af redeneer over, you know, you know, kmopo dape, you historia, nee, begin as raf ting. Dus, en dat je go en dat dat na tori, dat, wistotu in Sernang, de tang mina tori in fu Sernang, terwijl in go suke moro fara, en te go suke moro fara, dat je ziet dat om een goede je abi. Ja, absoluut. He? Ja. Om een vijben kan verrijk je schrijven. Vijben kan de wat heertra libisma, dan zij de no. Want dat is jouw werking voor atori no. Want look in Sernang, in een winti cultuur, en alle lobby en alle spekje die de brada en de sasa en dusani. En natuurlijk, wat los aan Euroko op grond voor, dat wat lolezen en dan de sosa weer herhalen, een placebo effect. Ja. Voor zijn de wet akasan dat die akrakti van libisma je je schrijft en zorg voor lodresi. Waardoor zo reis winst van foute diagnose, met je winst van foute behandeling van ziekie finprezi. Dat toch dresi kan finprezi alleen omdat je je van libisma, libisma activering onbewust voor douwro kodien. Is dat niet toch? Terwijl nou een true fase voor activeren aan je je. Is dat niet toch? Futsharing kon aan moro heel level. Is dat niet moro compleet aan alle dingen fragmenten zijn in juist, juist. Is dat niet toch? Dat chibri in wat moro deep party voor Afrika te weten, Nubia. En dus tegen dappe, dan als dan zei het aki, inderdaad, dus maar bo abuan fase nou voor de mo een moro betere level dan San de Bende. En dat we hoop inderdaad dat ook aan jepi doe a bijdrage die ze in een gemeenschap futshar, ator, die ze compagnia nou minder. Je ziet al dat na onderdeel voel ik. Maar dat Carlos betak die jongens ook. Hé, dit is na Uroko. Dit is na Uroko, zijn we doen. Je ziet al. En amus gomoro fara. Gomoro fara. Dan we kon na a wet voor Heru. Want zoals van Sabine in de Tree of Life heb je al die aspecten. Maar ze hebben ook hun wetten. Ja. En de wet van Heru luidt. U heeft de macht, maar niet het recht om Gods wetten te negeren. Kies ervoor om de wetten van God te volgen met de liefde en vreugde die voortkomt uit uw begrip en wijsheid. En de kracht van Gods geest zal vrijelijk door uw wezen stromen. En de redenering daarbij? Als we een vrije wil hebben, waarom zouden we toegeven aan emoties die bewezen hebben schadelijk te zijn voor ons welzijn? Waarom niet kiezen om in vrede te zijn in alle situaties van uitdagingen? Vooral omdat dit de sleutel is tot wijsheid, macht en geluk. Heru Truism. Ik begrijp dat ik op elk moment de vrijheid heb om met succes een gegeven emotie te overwinnen. Mijn vrijheid om te kiezen is de essentie van mijn goddelijkheid. Ik heb de wil, daarom ben ik vrij. Ik kan nooit gedwongen worden door mijn emoties en passies om iets te doen. God dwingt mij niet om te doen wat juist is. Hoe kan ik dan het dier in mij laten dwingen om te doen wat niet goed is? Zal ik Zet, het kwade, het dierlijke, belangrijker en machtiger achten dan God? Mijn emoties zijn net als kinderen van een machteloze opstand. Ik heb de vrijheid om mezelf in bedwang te houden, om een beeld van het geheel te kunnen vormen, alvorens te handelen. Yes, en ja, broko, zou kan tjakon ja zo. Inderdaad, ja, wetten. Kijk, oh, sommige mensen zijn allergisch voor het woord alleen. En de wet, my God, een soort wet, be one, be free. A ding, wat gebod, baka. Wat gebod, a ding, wet. Wat praten deze mensen over wet? Is het een religie? No. Lukuno, zijn er, even op wet, zei Asan Saika freestyle. Contact even over freestyle. Freestyle nee bestaan, beste mensen.
Laten we eerst even dat inderdaad aan de kaak stellen. Want vaak aterm ik me voor de rappers toch. Dat de makakjes op microfoon, die de maar thema, dat de mij bij die freestyle. Mm-hmm. Het is niet waar. Ik weet waar ik over praat. Want misschien nou, ik doe dit aan dat hij toe. Ik kan drop some lyrics geven, way back. Maar zei ze, je zegt, ik kan niet schrijven van freestyle, of freestyler, je oefen, isabi toch, je oefen tap, you know, thema's, verschillende thema's. Mm-hmm. Je oefent verschillende verkaring, formules voor rijm en reason. Isabi, en te je oefenen, man, tak, je beheerst aan man, dat op een gegeven moment, wie soort zijn de man, pot naar je visie, soort thema de man die. Je man loes als aan een tapu, dat kan in freestyle. Dat kan dat, hey, ik doe het zomaar uit het oog, maar het is niet waar. Nee. Je ziet toch? Nee. Dus alles aan, you know, oefening. Maar je hebt natuurlijk ook de kunst. Ja. Je ja, hebt ja, ja. een bepaalde... nou, een kunstvorm. Ja, het is een kunstvorm. Ja, ja. Want dat heb je in je of je hebt het niet. Precies. Snap precies. je? Dus, talent D. Talent D. Dus je kan cultiveren a talent precies. door oefenen in tapu. Want hè, alles moet je cultiveren, precies. want je kan het wel in je ja, hebben. Exact. Maar zolang maar je het niet cultiveert, kan je het niet op precies. die manier naar buiten precies. brengen zoals het, hè, om het echt... Precies. Dus terug naar de stelling van freestyle. Er bestaat geen freestyle. Wat er gebeurt is dat mensen talent hebben en dat talent, ik kies een man prees. Anno gratis. Is dat beter? Anno free, ik kies een. You know? En dan kiedwaan pon djien en dat djien voor reason. En dat ik kies in dat in cultivering, programmering, ofwel oefening, repetitie. Mm-hmm. Dat nasa epsa. En dan te doe dat hij, dan je man spit ka door zijn lekvijwan. Dus met andere woorden, we hebben u net eigenlijk een verkorte versie van een wetmatigheid laten zien. Juist, yes, want je had het over de wetten. Over hè? Wetten gesproken. Mm-hmm. Dit is een wetmatigheid. Dat je getalenteerd bent, je krijgt het ergens van. En dat je het moet cultiveren om het tot uiting te brengen. Want anno passa zomaar. Nee. Dus de smassan is zo allergisch tegen wetten, tedeere wetten. Je zou je toch, chill out. No als man je probeert voor leg je nou waar leg je op of wat dan ook. Je zou je toch, asana, you know, je komt er niet omheen. Nee. En dus, teeluko no de spirituele wetten in een geval die zie. Ja, dat, if je leest bijvoorbeeld dat die koosje voor te kwam passage evenlijk voorbeeld. Waarom niet kiezen om in vrede te zijn in alle situaties van uitdaging? Want het tegendeel ben dit dat emoties schadelijk die. Ja, nou, wetmatigheid ook toe. Ontakking, nou, lof voor de verkaar en cultivatie momenten. Dat emoties, boosheid, angela de san dat in de sansang, na sansang schadelijk die. Dus aan moment zijn, you know what, hoor je schrijven naar Asandati. En you want make your emoties, anga je woede, anga la de uitbarstingen dat hij op de vrije loop naar je tapo. Je bent er vrij in, want dat nou, heru adje, je kan vrije kiezen. Wil. Je kan kiezen. Je kan kiezen. Maar dus in een wetmatigheid die ze, je vrij, maar je nou de vrij voor kiezen tegen Gado. Want aan moment zijn je kiezen tegen Gado, op repercussies. Juist. Aan moment zijn je kiezen, in een geval die ze kiezen tegen Gado, of je kiezen die emotie. Je kiest voor Gado, je kiest die in rust in haar geval. Die juist. En alato op repercussies. Awang, nadat je de in rust, je de in gezondheid, je hebt overzicht, je hebt overwicht, je kan doen alle dingen aan zij want doen. Atrawa nadat je kiest je emoties, je blokkeert je schrijf, je maakt je schrijf moro dong, want emoties nou aan zijn, je maakt je kon dong. Emoties, ik keer je, ik tja alle soort chemische reacties in je chemische. Huishouding, want you know, chemisch fabriek. Dat sowieso. Speelt op dit moment met heel veel mensen. Exact. Op dit een heel belangrijke rol. Exact. En zelfs wij, die al een stukje, een jaar lang, nou zeg maar anderhalf jaar lang bezig zijn met cultivatie, komen in de verleiding. Hè, dan stap ik even terug naar wat er nu op dit moment gebeurt hè, met onze zwarte broeders en zusters en met name in Amerika. Dat brengt weer, gaat weer je emotie. Hè, precies. Dan kun je wel je emoties gecultiveerd hebben op een bepaalde level. Yeah. Hè, het komt. Juist, je kunt het noemen je examen, maar dan zie je dat je in bepaalde opzichten heel faalt. Ja, ja. Hè? Want je gaat mee in die emotie, in die massa-emotie van de dingen die op dit moment plaatsvinden. En dat brengt
woede, ja, ja. Je wordt boos, ja. En je denkt van verdomme, dit moet eindigen, exact. Waar gaat dit heen? Precies. Maar daarom, kijk, de cultivatie leert niet alleen innerlijke rust, want dat na tracé, ja. Want frustratie, ik kom vooral voort uit het feit dat we lofoenen dat hebben, maar wat dan? Want dan zei je, moest doen wel. Juist, juist. Terwijl in een tree of life cultivatie... Word je geleerd. Nee, je leert sowieso voor de inrust. Je leert voor de inrust, maar je leert vooral voor handel, ja, vanuit je rust. Dus met andere woorden, een predicaat innerlijke rust, no attack dat je niet in een onderneem actie. Mm-mm. Want wens je wel een gong in je anu, wens je wel voor fitty, en dat is iets wat zo vaak voorbij is gekomen tijdens de cultivatie, even go luister terug, je ja, altijd. Ja, ja. Wins je of voor oorlog, asana je moest de in aan rust, ook tijdens haar oorlog. Dus dat want taki rust no want dat je nou een slachtoffer of je pre was slachtoffer. Absoluut rust niet, want taki dat je hoort dat overzicht, je hoort dat innerlijke rust, terwijl je de bezig voor doe wat je moest doen ten opzichte van een vijand. Mm-hmm. Is dat weer dus? En voor abwan go in je anu in je abba go in je anu voor preventief of whatever. Ik kan ook preventief, maar in een tori, dus trust me, een vijand ne denk nog een preventief tori. Een vijand hoor je in een bepaalde situatie, je wan komopo in je, en wan fascino mode voor komopo, en dat na action. En te je take you action, je moest de in een innerlijke rust, je moest voor de. Dus dat na sang a tree of life dan, in leren. Ja, is maar dat is een oefening, is een cultivatie. Precies. Steeds. Want ieder niveau van je cultivatie, iedere tree, mm-hmm, heeft nog meer uitdagingen. Precies. Deze zijn hele zware uitdagingen. Precies. Die je op dit moment en daarom mee moet dealen. En dan terug naar het chance van accruderen, zo bij Abifossa pauze. Inderdaad, je hebt voor go naar een punt van sana uiteindelijke oplossing, sana uiteindelijke situatie. If you want a level toch, you want chara balance kon ook in, in de emoties hangen laten zijn. Dus en dan uno moest voor een punt per okay, un lusu alla den san so betaxonet, met betrekking tot a sistema, den benefits voor a sistema. Ja. Waardoor je kon in een zone, zo elkaar ground zero, grappende wijze, peron nul, if you want it. Maar, op een gegeven moment, je opvoed door dat moment in je cultivatie. Ten aanzien van sa epsa om je heen. Juist. Niet voor niets, maar dat moest je, dat, oké, dan, familie ode in een rust, in een zone dat. En samen doe in een zone dat. Ube karant of de stap. Dus, doordat je gewoon nog more vaak in een zone dat je ziet, ook belangrijk dat je voor bonden, dan alle de bradanga de sisa voor je, no de. Mm-hmm. Is dat weer toch? No, na a thing. No, je ziet of belangrijk dat je voor workout, no de. Is dat weer toch? Want no, na a thing. Is dat weer? Je ziet ook belangrijk dat je voor, in een geval die ziet, voor sap, voor go om, dan alle middelen zijn ervan nodig voor verdedig je schrijven. No de. Is dat wat ik bedoel? Ja. En dat we net ook zo op gebied voor wapens of whatever, we ook financieel, we ook voor alle deze dingen, o ting, no de. Is dat wat ik bedoel? Want je drinkt de dressie wat je zingt, o ting, no de. Ja. Is dat wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus, terwijl acties heeft dat zou moest doen. Is dat toch? In principe, in a tree of life, je leert wat je moest doen. Is dat door voor go in a zone. En de asone oleri sang imancheri te go dape. Ala yute go dape zo tak no boy. Yeah. Is dat zame takke? En dat ube tak over a mobilisatie nou voor den brada nanga den sisa. Yeah. Want is dat tu san de altijd polariteit tende tenode, Yeah. Maar dan in ala den tu ja voor ook. Tende je do ala sai kan voor mobiliseer. Tenode ja bif do ala sai kan no de. Ja. Voor is dat toch vanuit dat. En dat awani, een prewaar al dat persoon net hoe beter kan tijdens haar pauze. Want hoe fasie, eerst en vooral, ko look even kan met haar broodje go bakken. Op een gegeven moment zeiden we van, er zijn niet genoeg mensen die dit weten wat we weten. Als je op straat vraagt van, als je iemand vraagt van, the New World Order, Illuminati enzovoort. Weet je wat er speelt? Precies. Weet je wat er speelt? Precies. Niet alleen, je moet niet kijken hier naar je omgeving, ja, ja. Kijk daarboven. Ja. Dat wat ons beheerst. Ja, ja. Hè? Precies, ja.
The powers that be. Juist. The hand that rocks the cradle. Dan weet ik heel zeker dat er een heleboel mensen zijn die dat niet weten. Klopt. En toen zei ik van, als ik kijk naar Facebook bijvoorbeeld, zie ik een honderdtal mensen die het wel weten. Aan de hand van de post die ze posten enzovoort. Natuurlijk hebben we toen ook gesteld van ja, maar het is gefragmenteerd en wallo bruya de wallo prati de enzovoort enzovoort. En toen zei ik op een gegeven moment van ja, maar goed, op een gegeven moment is ding smadisi eigenlijk je eerste target dan. Daar komt op een mobilisatie. En dat van je doet dat, ik kan nak de wan bericht, whatever. Maar tegelijkertijd, je hebt more tools in a spirit. Zang ik kan gebruiken. U komt op aan voor je telepathie. Nou, of spiritual tools. Mm-hmm. Maar je moest one voor gebruiken. En voor je one van je moest gebruiken. Want voor je one voor gebruiken. Je sap voor gebruiken. Maar je moest de overtuigd ook toe. Je sap dat je abing. Juist. En de overtuigd dat hij ook. Mm-hmm. En dat nou one van die aspecten. Sowieso. Ja, toch? Voor a tree of life. Juist. Sorry dat, you know, hey. Loes reden in tapu, ampu. Mm-hmm. Loes tehutin in tapu. Fu bijinchara overtuiging contact. Ayu abing, ayu roko. Isabi, want adjen, walofu we post over een goddelijkheid. Maar isabi, un moest de zeker dat un abding roko sanidis en dat de roko. Yeah. Dus bijin roko nangen, bijin oefen nangen. En dat na amoy wa fu un groepu, no, op tapa moment disi. En tenminste, dat is een mooi voor een groep, want schrijf binnen een groep is dat toch aan het deel altijd. Niet alles is op één level. Laat ons dat zo noemen, hè? Dat niet alles op één level. Maar een komt tot een conclusie dat Kemet, a Tree of Life, moest jaren in praktijk. Dus dat want dat je alle de agenda zou maken, is dat toch in het begin, een aanloop, is dat zowel de gemeenschappelijke agenda, zowel de privé agenda's, moet je nu in praktijk brengen. Je moet het omzetten in vruchten. Is dat zo met dat je, want het moet nu afgelopen zijn met gissingen. Het moet afgelopen zijn met alleen woorden. You know, the words has to become flesh. Is dat zo met bedoel? Dus uiteindelijk, natuurlijk, aan de wang dwing je die noas, maar want soms maar ik, hey, wacht even, dit is in een fase, ik wil consumeer informatie, of ik wil teken informatie tot me toe, voor die wang precies, het is fijn, no problem. Maar alle die wang zijn, dat, hey, ik door een bepaalde level, ik sap dat het true, isabi. Je ervaring dat het true. Dan is maar dat je een actie deed aan alle loop aan alle spekitakeren no, manifestering in je zaad, in je toren. No. Is dat toch? Charing kawaka. En je telepathie nou, onderdeel van. Yeah. Is dat toch? Pay, you can, you know, want uiteindelijk, je hebt voor vrokonangen. Uiteindelijk, je hebt voor vrokonangen. Alla de goddelijkheid zei je, ik barfijk vaarlijk zo. Alleen die goddelijkheid voor een bar van geweldig zomaar. Een gado dis, een gado dat. Hoe een tromvoertuig. Voertuig voor een mender. Dat is wel een kwalijkheid. Dat lijkt de rokodak. Is dat zo weer takken? Lastig. Nee. Maar het is inderdaad een mindset. You know. En weet je, en je ogen op dit moment is iedereen een beetje wakker geschud. Exact. He? En eigenlijk, ik kan breed in naar deze situatie. Die omdat Marcos Garvey bent dat black people will never know themselves until they back against the wall. With them back against the wall, no. Is dat niet? Dus dan komt het op daar van dit soort voldongen feiten die ze je pot je op een punt waar, you know. The gates of no return, ik kan karen. Dus ik vat het about gate of no return, June mm-hmm. of Afrika. En zo noemen we kies wat gate of no return, no katakota. Is dat beter? A system. Zeker. Want a system, die ze, is dat ik zag een winst van, we hangen en we klampen. Ja, maar hoe ga je te werk? Want dan kom ik bij jou. Want ik persoonlijk. Ja, hoe ga je te werk? Maar dat blijkt van mijn takken. No, mi vijfkaring recept. Na alle day, drie balsdags, twee druppels. Alle day, is dat toch?
Want nou was Hansa hit me in the eye ook toen no there. Tenminste tijdens ding gewaarwordingen voor de afgelopen dagen. Juist, ja. Kijk, wacht even. Pimmi den aan mijn mindset aan la den sani. Me shi wa lo vooruit gaan, me doe wa lo sani. Maar toch allemaal op te maken aan een systeem en een infrastructuur van het systeem. Ja. En dan me actie me zegt, maar even infrastructuur van het systeem. Nobody. Famibode. Dus dat ben je eigenlijk haar eerste wake-up call die me. Want daar in principe, wel of ding, zijn niet mijn agenda, in principe, je begint dat, eigenlijk... Ze zijn allemaal gelinkt aan... Aan dat systeem. Juist. Dus dan ben je bereken dat, is that who I am? Is that who I want to be? You know, want tegelijkertijd, en dat soort dingen begint mij ook altijd, dat kan hij dat is zo me, want, look hoe nou, als Sandy is naar deze, hoe we dat kennen before, Teye sukusani, aksi you srevi, aksi a tree of life in you. This na moro biji buku sande, a book of books. Dus ala san say wan sami de ini. Dus teye aksi you srevi no tak, maar dat samim do, want a frustratie be groko in me ook too. Is dat beter? Van welke kant ook? Is dat beter? Want je shi asani, is dat wan voldongen feit, you know, something has to happen, but what? Is dat wat me bedoel? Ja. Dus op een gegeven moment, ja, voor aksi you srevi no. Is dat, want dit is na... Alles hij actie ook is antwoord ook toe aan wet, over wetten gesproken. Juist. Wat wet na die zit dat te je actie je moest kiezen. Te de mapote in de Bijbel ook toe nakt op door moest op je. Ja. En dan zijn zij moest brieven en dan zijn je moest sabi. En te sab dat te nakt op door voor je jeje door moest voor op je. Kan de te je actie was maar als aan kan preen je dat kan je antwoord maken of aan je of aan je of whatever. Maar dat na een theorie. Maar daar komt op je jeje schrijven. Je knap klaar die je voet. Doe je jezelf je wani. Ten alle tijden. Dus tegen accent, maar dat Samim do know. What's the next best step now? Samim do know. Dat op je pot wel een soort printje kon niet eten. Op je sorry tak, is dat toch? Luku, zij je do. Zij je de bezig nanga. Anga sa op te maken, dus nu met reconstructie voor Sami ervaar. Dan is dat, Aladdin San Sami wan bereik. Op te maken naar een infrastructuur die ze en total destruction want dat Aladdin zijn dat die infrastructuur nodig is dat samen bedoel en dan ground zero ja en dan dat want dat die amoro belangrijk zijn die samen moest achieve samen moest behalen voor alle mijn agenda naar innerlijke rust dat naar wang voor navigeer misreven nou in ground zero dus dan nou met dus hoe de beesten naar sana a dagelijkse stap. Juist. Ground zero naar dagelijkse stap, Jimmy. Fami de dape. Me shitak me up, you know, soldiers van Odu. Lek wan soldier toe. Not like general ten opzichte. No. Wala mala na wan dape. Is dat beter? Wala mala, you got to pull your weight. You pull your own weight. If me de ja, of if me de in senang. Senang kan de moro gunstig, lek voor betaki. Juist. Is dat beter? Omdat idee in wan environment, san kan de tjusse moro gunstig. Ja, zo, ja, moro voor. Moet je groepen, veel dingen vechten. Ja. Oké. Dus dan mis je eenheid nou of de san de van Odu. Mis je dat die, you know, moro voor skills de van Odu, dat komt op gewoon fysieke sani. You know, gewoon pure fysiek survival. En tegelijkertijd voor de in haar rust en acceptatie ook van het moment dat hij. Je wat moro biji doel. Johnson, we komt op een moro biji doel. Wat onderdeel voor haar rust moest de en berusting en acceptatie moest de dat. Je kan sneuvel. A fysiek. Is dat bij skin? Ja. Ik kan dit. Ik kan dit in day one. Is dat wat ik bedoel? Maar desalniettemin, if a yippie. Voor chara change this kong. Dus dat want ik wel no weet dat ik voor. Na jou je chara change ko. Dus alleen leest je go in ground zero na change je chakong. Yes. Je haring kong. Total destruction. You want to know total destruction. Is dat beter? Dus jou je chara in control a realiteit. In a realiteit die ze kan de you did it from day one. Delta contact skin wise. Maar tegelijkertijd, a tree of life leer je dat je dit nooit, want je na energie, energie die altijd in je transformaties, even precies, maar je no kan dit nooit. Dus dat nou af de troostang in a cultivatie, nou amus de wang gegeven, in you know, amus de wang feit in you know, waardoor je mag vrede dit moro. Dus dat want dat je mag vrede moro voor ground zero. Omdat, you know, je vrede tak je dede. Of omdat je vrede tak mami no maar ja mooi wat je die mi be warai. Of mi no man
do whatever voor de sansa you be denki tak belangrijk jiyo. Is dat wat ik bedoel? En dit is na een antwoord zei je kisi te you actie you schrijft dat maar what's next? En dan sana een meerwaarde vind. Untak tide ook to dat wie sa you do if I not tide a change is gonna come. Like for Sam Cooke, I was born, but you know, a change is gonna come. Maar a change is gonna come op het in de tegenwoordige tijd, waardoor we schuiving gaan vissen. Juist, dan, want aan de toekomst. You know, wie dan leeft, dan zorgt. Ja. Isabi, dan is schuiving die de generaal zal vissen. Maar uiteindelijk moet dat afgelopen zijn. Isabi, we hebben te veel geschoven. Het wordt te veel geschoven ermee. Isabi, dus we moeten stoppen aan schuiving. Isabi, en dan uiteindelijk, you know, en dan kan ik zeggen, ja, maar ik ben er niet klaar maar voor. Maar daar heb je moed voor nodig. Maar dat na a tree of life, moest je yes. Herokito, ja. Net ik bang aan herokuti. Ja. Net ik bang aan herokuti. Ja. Is er een herokuti kon naar fatak, hey, mijn naam is Fobia. Basie Fobia. Basie Fobia. Ja, dat is wat die deed dat ding, sorry, ja, dat is. Ik baar brok op mijn. Ik brok op mijn vier. Daar, 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 daar. Ik ben er niet. Itakanga hierukuti na fa, itakanga maat na fa taki wan reciprociteit, i wan a balance, i wan duangareti di na mafobia. Maar toen waren we nog niet wakker geschud. Dat nasa ne, maar dan nou, i wiki. Dan nou is af en zei, we doen dat al laten. Nee, maar goed, in elk geval, inderdaad, a vraag na, sana a meerwaarde ving, en die suma, dat ik voor betaki, ik kan thans koeven, maar amus op zo'n day. Ja. Je hebt er moed voor nodig, klopt. Je hebt overtuiging voor nodig, klopt. Sabi. Bagasi, ik is zo'n boost voor Roko. In fact, zadeo sa wal of desma funo sabi. Alla de X-Men kino sa desma in Mick Juno. Na untori desma etake. No de mekwa lasso an perra e konsuko vernietiga grondtapu. Dan de potfa, oké, dat de want to mutante isabi toch sang Raji den power. Da, de, en welke film is dat? De X-Men weet ik even. Oh ja, ja, ja. Dat de mutanten zegt, ko jeb kier ra zo genaamd, want dat bla bla bla. Is dat van de man altijd. Maar in a tori, want bepaalde, you know, altijd de tja, want bepaalde sanko sang, na un tori de in a subconscious van tori. Want uiteindelijk, na dat na san de van de hoop sa, de mutanten eigenlijk na unu na ding, in a zijn dat we op spiritual power staan, de dormant, is dat beter? Zijn de in, you know, uw subconscious, een wakte voor use de man. En dan, you know, je hebt het dwing. Want, you know, a cultivatie en leer je dat je naar voor alle dingen dimensie, je aan of haar dimensie die ze wang. Voor zijn die we vrede voor zijn dimensie die ze. Want op het moment dat kan de jullie eerste slachtoffer in een total in destruction. Heri, Maar dat nou, dat, dat zijn je vrede. Want uiteindelijk, je na eerste slachtoffer dat ben, maar je dat na eerste geboorte want dan in een andere dimensie. Juist. Is dat wat ik bedoel? Waar het maar een bewustwording dat hij. Dat hij om je aan presie, je moest gaan in peace nou, want dat is peace of mind, het is rol ook toe. Yeah. Je moest gaan in een vrede, een acceptatie dat dit naar je rol. Dat je rol nou naar voor char a change kon en dat je dadelijk een eerste one, whatever, of een laatste one. Of wat de suffering kan niet als king eten in een proces. Maar ondanks dat hij, you know, a waarde voor a change, more belangrijk die je, more win sang opasa na je. Je ziet al, zolang uno door dat punt dat hij, dat whatever the, you know, F-word happened to me, isabito, is of less importance, but the change has to come. And it has to come when? Now. Now, baby. Dus dat. Baya. Dus ja, I know, it's not a pretty picture, I know.
is something to sleep on. Nou, I know. For sure. Ja, so, het is, I'll say, you know. Het zijn de vooruitzichten. Vooruitzichten. Dus als je, yeah, als je kijkt wat er allemaal te gebeuren, yeah, staat, yeah, dan is het heel, yeah, wat. En we doen er, ja, angst speelt natuurlijk een hele grote rol hier. En daarnaast, moeten we niet vergeten, we hebben het al een paar keer gezegd, mm-hmm, hè, wil je opgeven wat je nu hebt? Wil je dat opgeven? Wil je loslaten? En wat heb je? Want vraag je af wat je hebt. Want dat matras, ik had om je op deze maat beredeneer. If de dictak de abwasa, wat faalig zijn. Ja, drie mooie wat je afwezen voor Idoro. Ja, 100 of zo. Ja, zij hebben moren. Karko. Als ik op beredeneer. Ja, we go to lie. Om een miljoen, ja, wat op een bank. Zwitserse bank. Ja, 55 miljoen. Ik ga er wel. Ja, we choose it, you know. Maar dat jere dan. Sana awarti voor alle de san dat if you know de free. Ja. Sana awarti voor dat if more biggie good dan this day. Is dat beto? Maar door dat you a blockeer a flow voor a true good. Is dat beto? Want dat na sa je do. You throw obstacle no. Yes. You're part of the problem. Ja, you're not part of the solution. Nee. You're part of the problem. Maar dat is juist. Why? Juist. Because you're holding on, you're clinging on to a system that doesn't work for you. It doesn't. En de euro kon je, it's dead. Nee, maar maak dat de rest wijs. Dus dat. Ja. Maar daarom, alles maar voor de schrijf, je moest go in die inderdaad beredenering voor, you know, de tori die ze. En want ik kan je den zei wanneer maar if de no ready je if de no lepi je kan de no man pick je op. Nee. Is dat niet toch? Omdat you know je dit op een traffrequentie dan dat die. Ook dat. Maar kijk, om eerlijk te zijn, laat ons gewoon even naar ons. Ik kijk naar mezelf, hè? Yeah. Want we hebben het over ze zijn niet ready. Mm-hmm. Ben jij ready? Ja. Yeah. Hè? Ik heb de cultivatie doorgemaakt. Ik weet, hè? Mm-hmm. Ik weet bepaalde dingen. Het is niet geloven, ik weet bepaalde dingen. En nog. Ready or not? Hera, kom boezem. Ik hoop dat er wel een takje is. Ja, snap je? Nee, dan. Dus met al je beredeneringen, met al je, je dingen die je weet, toch zit je vast. En aan een bepaald systeem. En dat systeem, om het los te weken. Zullen er meer wateren eroverheen moeten stromen? Ja, meer tijd. I want more time. Ja. Please, ja, ja. Give me more time. Ja, ja. Brenda Sam. I want more time. I'm not ready. I'm not ready. I need more time. More time. Ik kan mik lachen. Maar nee, maar we hebben. Het is reality. Ik weet het, Sisa. Ik weet het zwaar. We need more time. Nou, meneer, ik heb me gelachen. Maar in principe komt het daarop neer. You know, dat was los, maar ding die op modoteen van Odo. En, maar nogmaals, Jimmy, a enige fase van mij kan level atori na voor visit ground zero alla day. Is dat weet toch? Oké, in je meditatie. In mijn meditatie. In je meditatie neem je het mee. Om het een plek te geven, uiteraard. En dat moest je me voor moro stellig in, you know, mijn next level, mijn next step. Juist. En zonder aan fysieke, you know, aanwezigheid die zie. Ja. You know, meneer propageer noang weer de sanier, hè. Hou me ten goede, you know, en die go om, like, van, ja, in islam, dan smal go potbom en alle, want die berekenen, die kan je ground zero kom. Zo fassi. It's nee, not that simple. Nee. En dat is dat we takken. Sa je deel nou na een mental issue sa ego aan vooraf. Pe kan de wa momenten kom pe wapens of whatever is dat toch kan. Zullen aan de pas komen, absoluut. Dat zien we dan wel. Maar no, a eerste sani, you got to be ready, you know, for this change. Mm-hmm. You got to, you know, verwelkoming, invite this change. Yeah. Ondertussen, je doet alles aan, ondertussen. Yeah, je gaat gewoon door. Je leven gaat gewoon door. Alleen ben je op een ander niveau bezig om, you know, om a dualiteit. Juist. Dus dat, nee, a dualiteit. Mm-hmm. Maar na het schrijf zei, you know, je gaat je roken, je is gevoel, de zelfstandig ondertussen, het is, You know, me ala mi san sa me want do e guanga langa. Yeah. Maar tegelijkertijd, me sap dat die
een realiteit voor ground zero, voor KRSO, mm-hmm. of R0, juist. Naar een realiteit zou, je moest voor tap into it, à la day. Is dat zodat we hier hebben erhouden. Juist, ego. Dat a de. Mickey gereed. Mie de gereed. Juist. Dus dat if Tamara mi de de of whatever, is dat toch dan, nou als man afgoed dat ik ja, maar dat ben ook zo mensen dat ben ik aan het dweet en bla bla bla. Bullshit. Is dat toch? Is dat mi klari. Mm-hmm. Is dat mi moest de klari no no. Juist. Is dat en zolang we allemaal no a fiery dat die, a consciousness dat die, is dat toch? Dan, en dan ben je ook nog vatbaar voor angst. Want dat ja, natuurlijk, want er wordt angst gezaaid. Ja, hè? Ja, ja. Want, you're gonna lose this. Juist, je gaat dit kwijtraken, je gaat dat kwijtraken. En dat wat ga je dan doen? Precies, en dat nou precies waar de subdue je onderwerp je aan slavernij. Ja. Want dat is wat je doet. So you beat the fear of the living God into these human beings. So that, you know, they don't want no one trust and they don't serve you. De onderdanig, doen we zoals je wan hangen, maar de vrede zodanig voor dede, dat, you know, we zang je wan doen de acceptering, want de no wan dede. Is dat wat ik bedoel? En if we no lose as aan dat, hey, no kabakondre. Is dat wat ik kabakondre? Het is een zware taak. Het is een zware taak. Ja, het is een zware taak. You know, but they got to wait in the water. Ja, maar we gaan gewoon verder met dat waarmee we bezig zijn. En dat is de Tree of Life in ons versterken. Sowieso. En alle aspecten die het met zich meebrengt. Alle aspecten die in je zitten. Sowieso. Om daar sowieso. Dwaverokko, klaarawarokko. Met alle tijd die we ter beschikking hebben. En sabi, dualiteit, tinde. Ja. Tinde. Oké. Deal ermee. You know, deal ermee. Famous last words, Sisa. Nou, luisteraars, het was een heel gevarieerd programma vandaag. We hebben over van alles en nog wat gesproken. Maar het ging meer om alles wat om Heru, de wil. Yes. En hoe maak je die sterk en wat doe je ermee? Yes. En welke invloeden heeft het in je leven? Mm-hmm. En we hebben natuurlijk met wat wat grappen hier en daar aangegeven van. Juist. Nou, Asuryusu, Atori ben de Seryusu, waarmee we zijn begonnen. Het is een heel serieuze situatie waarin we nu verkeren. Maar de boog kan niet altijd gespannen zijn. En moet je wel wat af en toe wat iets luchtigs erin. Juist. Ja. En hiermee willen we afscheid van u nemen. En ik zeg tot over 2 weken. Yes, grand tanje. Nou, ik sluit me erbij aan. Isabi en we dorobaka en a sosolobi. Te undebaka en a ten di un avi. Ik blijf zeuren dan. Hey, hotem alasma, sosolobi en, you know, sosolobi. Yes? Hotem. Clefs in a state of sleep, thinking about that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. Not. Here I come. You can't hide. Gonna find.
play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke less. I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Orgy and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches brew if you do do voodoo. I could do what you do easy. Believe me, frontin' give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah, and anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the bag. Oh no, ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Come for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies, do or die. Toss me high, only fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide.